Jezus en zijn discipelen waren in het schip gegaan. De Heere Jezus is God gebleven, maar mens geworden. Hoe zien we dat laatst in deze geschiedenis? Hij was moe. Hij was doodmoe, om maar zo te zeggen. Hij viel direct in slaap. En terwijl de Heere Jezus slaapt, steekt de storm op. Wie Christus navolgt, moet zich op stormen voorbereiden. Je hoeft het niet te zoeken, maar wees er wel op voorbereid. Waar moet je dan aan denken? Wel, als we op Christus gaan lijken, als duidelijk wordt dat we hem volgen, dat neemt echt niet iedereen ons in dank af. Elders in de wereld overkomt het christenen. Ze moeten huizen verlaten. Kerkgebouwen worden in brand gestoken. Waarom eigenlijk? Nou, in islamitische landen. Men ziet Mohammed niet als profeet. Men beleidt Jezus als de Zoon van God. Dat kan je daarin de grootste problemen brengen. Hou je dan stand. Als je echt een christen bent, kan je niet anders en wil je niet anders dan belijden dat Jezus de Zoon van God is. Als we denken aan wat christen elders in de wereld overkomt, dan hebben wij het nog makkelijker. Dit is zeker, God vraagt van ons allemaal, dat we uitkomen voor zijn naam en dienst.